Dit zijn twee bijzondere uurwerken naar ontwerp van Christiaan Huygens. Dit is een slingeruurwerk en dit is het balansuurwerk. Christiaan Huygens ontwierp de uurwerken voor de wetenschap, omdat in de 17e eeuw de precieze tijd nooit duidelijk was. Op de kerk was ook een klok, maar die liep een kwartier voor of die liep een kwartier achter. En daar had Huygens helemaal niets aan. Christiaan Huygens wilde een uurwerk gebruiken voor zijn experimenten. En dan kon hij op het tikken van de klok de tijd bijhouden. Dus stel dat hij om 10 uur precies naar de sterren ging kijken, dan keek hij zo en dan telde hij 10 uur 1 seconde, 2 seconden, 3 seconden, 4 seconden. Zodat hij als hij naar de sterren keek, dat hij dan nauwkeurig kon noteren waar welke ster precies aan de hemel stond. En dan had je niks aan de kerkklok? En dan had je helemaal niks aan de kerkklok. De Haagse klokkenmaker Salomon Koster produceerde met toestemming van Huygens de eerste slingerklok. Daarna nam de productie van Haagse slingerklokken een grote vlucht. De slingerklok is natuurlijk bij iedereen bekend. Hè? De gewone klok die je in huis hebt, aan de muur hebt hangen, dat is gewoon de slingerklok. Dat is eigenlijk in principe nog steeds dezelfde als die Huygens uitvond. Het balansveeruurwerkje, ja, die zit bij iedereen in zijn horloge. Als je zo doet, dan hoor je eigenlijk wat daar in het klokje zit. Dus zo'n mooi horloge zoals u om heeft, ja, die had u niet kunnen hebben zonder Christiaan Huygens? Die had ik zonder Christiaan Huygens niet kunnen hebben.